Hey en welkom op het kanaal van het Ene Waluwmeisje. Vandaag is een iets andere video dan normaal. Ik ga vandaag namelijk een Q&A opnemen met Fontijn. Jullie hebben vragen in kunnen sturen voor Fontijn. En ik had dit idee al een tijdje. Het leek me echt een superleuk idee om Fontijn een beetje in het zonnetje te zetten. En het leek hem ook een heel erg leuk idee. Dus bij deze hoop ik dat jullie het een leuke video gaan vinden. Hallo allemaal, superleuk dat jullie even kijken. Ik heb dus gehoord dat het jullie leuk lijkt dat we eventjes wat vragen gaan doen. Nou, helemaal leuk. Die hebben jullie dus blijkbaar allemaal ingestuurd naar Destiny. Nou, en ze zeggen altijd, er bestaan geen domme vragen, maar er zaten hele domme vragen. Dus ja, waarschijnlijk hadden mensen zo weinig chromosomen dat er geen fantasie meer over was. Maar goed, we hebben een paar vragen eruit genomen en die gaan we even beantwoorden. Lijkt me helemaal leuk. Dus ik wil zeggen, nou, brand los, wat is de eerste vraag? De eerste vraag is, hoe ben je terechtgekomen in Walibi Holland? Hoe ben ik terechtgekomen in Walibi Holland? Ja, nou goed, er zijn natuurlijk heel veel verschillende verhalen. Maar ik heb op een gegeven moment een tijdje gestaan, ergens in een loods. En toen dachten ze, nou, lijkt me dat leuk om dat eens een keer in Walibi neer te zetten. Nou goed, en dat is nou al zo'n, hoe lang is het geleden? Ik ben op een gegeven moment eigenlijk een beetje de tel kwijtgeraakt. En nu staan we hier, gezellig in Walibi Holland. Ja. Vraag 2. Ja, kom maar op met de vraag. Betaal je huur om in Walibi te mogen staan? Betaal je huur om in Walibi te staan? Nou, stel je voor, zeg. Nee, ze mogen blij zijn dat ik er ben. Ja, zo is het ook. Nee, ja, ik krijg zelfs betaald, hè. Ja, dat kan je niet voorstellen. 50 liter water per uur. Ja, dat mag ik dan gewoon zelf bewaren. Gewoon betalen, zeg ik dan. Gewoon betalen, ben ik. Ja, precies. Als je zelf een plek in het park mocht kiezen om te staan, waar zou dat dan zijn? Oeh, ja nou, ik moet zeggen, kijk, na zoveel jaar ben je natuurlijk zo gehecht aan dit plekje. Maar het lijkt me wel een keertje leuk om op de draaischijf te staan van de draaimolen. Weet je, dat kan zo leuk kan ronddraaien en dan doen we zo, zeg maar, dit er zo bij. Nou, dat lijkt me enig. Een soort draaiend fonteintje. Ben je wel misselijk aan het eind van de dag? Dan wordt het een beetje, zeg maar, dat. Ja. Ja. Maar goed, daarom is het ook maar voor één dag waarschijnlijk dan, hè. Volgende vraag. Wat doe je in je vrije tijd? Wat doe ik in mijn vrije tijd? Nou, eerst eens even bijkomen van zo'n dag. Want er worden me toch een partij vragen gesteld. En nou goed, dat. Dus hier moet ik even lekker bijkomen. En dan ga ik vaak, er komt een heel groot Netflix-scherm hier zo voor. Dan ga ik gewoon lekker Netflixen. Ja, dan af en toe soms met Marsha erbij of alleen. Ja, het verschilt gewoon een beetje. Komt iedereen gezellig na het sluitingstijd. Het is gezellig langs meneer Fontijn. Wat is het gekste dat je ooit hebt zien gebeuren? Wat is het gekste wat je ooit hebt zien gebeuren? Nou, er was ooit een keer moment, was ik eventjes heel gezellig in gesprek. Nou, helemaal leuk, gezellig. En toen kwam er op een gegeven moment een man voorbij. Ik hoop dat er niemand aan het eten is, want het is zeg maar een beetje een roodstig verhaal eigenlijk een beetje. Daar kwam op een gegeven moment een man voorbij lopen en die deed dus dit. En liep gewoon straal daarna weer door. Oh. Ja, en toen lag dat hier zeg maar zo. Maar het was zeg maar zo, op het moment dat, ja, het kwam eruit en meteen weer weg. Ja, dat was toch wel echt een gek moment. Als je voor een dag een ander object kon zijn, wat zou dat dan zijn? Oeh, als ik ooit een object, een ander object. Nou, dan lijkt het me wel leuk om zo'n kuppensoepautomaat te zijn bij je bedrijf. En dat je zeg maar gewoon lekker dan ondertussen nog kan praten van, hè, heb je een zware dag vandaag? Heb je zware? Nou, weet je wat, neem even lekker wat warms en dan draai ik dit. 4 uur kuppensoep, dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, en dan komt iedereen gezellig even langs. Heb ik toch nog een praatje, maar dan komt er een keer wat anders uit dan water. Lijkt me enig. Wat is het leukste moment dat je je kan herinneren? Wat is het leukste moment dat je je kan herinneren? Oeh, ja, nou, we hebben een paar momenten gehad, hoor. Maar het allerleukste moment. Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Nou, we zitten naar de volgende vraag. Dat is goed. Heb je een crush? Heb ik een crush? Oeh, ja, nou, er zijn veel mensen die toch met een stuk beton gaan chansen. Maar om nou eens te zeggen, ik heb echt zelf een crush? Nee, niet zo eens. Meestal, als dan iemand een leuk compliment maakt of eventjes, dan denk ik alleen maar... Ja, want je hebt helemaal niks aan met een stuk steen. Maar nee, dus ik heb op dit moment geen crush.
Oh, die fontein bij het Reuzenrad. Bij het Reuzenrad. Ja, daar staat een fontein, heb ik gehoord inderdaad. Ja. Maar goed, ja, we hebben elkaar natuurlijk nog nooit gezien, dus dan wordt het een beetje een loutrelatie of zo. Yes. Dat is waar, ja. Oh, ja, en die andere fontein is weggehaald bij de agenda. Ja, inderdaad. Ja. Dus nu plantenbak. Ja, zo staat hij in één keer droog. Welke attractie zou je als eerste doen als dat mogelijk was? Welke attractie zou ik doen als dat eerste mogelijk was? Attractie of achtbaan? Mag allebei. Mag allebei zijn. Nou ja, goed, kijk. Als het zou kunnen, zou ik wel heel graag een rondje willen maken. Ja, toch wel denk ik in een tent hoor. Of express. Lijkt me ook grappig. Misschien één keer zo'n fontein erin zitten. Ja, één van de twee. Ja, en ik zit natuurlijk de hele tijd uit te kijken op die hele vervelende pijl en die hele vervelende zweefmolen. Om daar nou eens een keer een rondje in te gaan, lijkt me ook enig. Wat is je favoriete liedje om af te spelen? Mijn favoriete liedje? Daar komt ie hoor. Ja, opzetten. Daar komt ie. Ik had altijd deze. Dat was één van mijn favorieten. Let op, hè. Ja, maar ik heb tegenwoordig een nieuwe. Ja, ja. En dat is deze. Ja, ik klaar. Nou, zit de rest van je dag in je hoofd. Ook voor jullie thuis. Nou, het is niet mammeloos. Hoe vier je kerst? Vier je kerst? Nou, ja, het is nogal eenzaam, hè, want iedereen is hier weg. Dus ja, soms voelt het wel een beetje als... Gelukkig hebben we nog het vaste personeel en die komt dan af en toe wel eens langs. Dus toch eventjes een kort gesprekje en dan gaan we nog even door. Maar ja, ik vier kerst eigenlijk altijd helemaal alleen. Lekker alleen. Als je overal op de wereld kon staan, naar welke plek zou je dan willen verhuizen? Nou, ik zou nooit willen verhuizen. Ik sta hier helemaal prima in Walibi Holland. Laat mij maar hier lekker staan. Ik zou het wel inderdaad leuk vinden om ooit een keertje misschien op een ander plekje te staan hier in het park. Maar nee, Walibi Holland is mijn thuis en daar ga ik nooit meer weg. Dus dan weten jullie dat vast. Je komt nooit meer van me af. Sta je liever in een intratuin of een bouwmarkt? Sta je liever in een intratuin of in een bouwmarkt? Nou, voor de planten zou het het makkelijkste zijn als ik in de intratuin zou staan. Maar het lijkt me ook wel enig om dan gewoon eens even lekker in... gewoon in zo'n bouwmarkt en dan zeg ik... Nee joh, dan moet je niet dat plugje hebben. Maar hebben we dat andere plugje. Pak eens even een andere plugje. Ja, nee, dat lijkt me wel enig. Eén dag hoor. Niet te lang. En dan zet ik deze muziek erbij op. Yes. De hele tijd door. Tot in de treuren. Lijkt me enig. Weet je al het antwoord op de vraag van wat je het leukste moment vindt? Of je leukste herinnering? Het leukste moment. Ja, er zijn gewoon zoveel leuke momenten. En dan moet je gewoon nu op de spot dat even verzinnen. Het allerleukste moment vind ik toch wel altijd. Er is hier namelijk één medewerker. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar die komt dan altijd langs. En dan draai ik altijd het volgende liedje. Dat vindt hij dan altijd heel irritant. En dat vind ik dus dan natuurlijk heel erg leuk. En dan vindt hij dat weer heel irritant dat ik dat leuk vind. Nou goed, zo gaat het dan door. En dat is natuurlijk weer. Ja, daar kan ik dan heel erg van genieten. Ja, een beetje sadistisch, maar wel leuk. Oh. Ja, en ik had toch... Jij zei van, ja, wat zou ik nog willen zijn? Ik zou ook ooit wel een keertje... de rijdende rechter willen zijn. Ja. Dat je dan gewoon zo lekker naar die gesprekken kan luisteren van... Oh, maar mijn hecht staat 1,5 meter bij jou vandaan en die moet dan daarheen. Lijkt me enig. Ja. Ja, heel erg bedankt dat je dit wilde doen. Ja, ik vond het echt superleuk. Geen probleem. En mocht je nou denken, ja, hallo, mijn vraag zat er niet bij. Nou, kom dan maar lekker zelf naar
naar Walibi toe en blijf niet op je dikke reet zitten. Kom gewoon gezellig naar Walibi Holland toe en kom het zelf lekker vragen aan me. Lijkt me enig. Ik zou zeggen, tot de volgende keer en tot later! Nou, dat was dan de Q&A met Fontijn. Sorry voor het geschreeuw van mij op de achtergrond, maar ik moet altijd heel erg hard praten, want anders verstaat Fontijn me gewoon niet. Dus sorry daarvoor. Maar ik vond het echt super leuk om te doen. Heel erg bedankt nogmaals naar Fontijn. Wie weet doen we het volgend jaar nog een keer. Volgens mij vond hij het zelf dus ook heel erg leuk om te doen. Dus ja, wie weet. Als jullie het dus ook leuk vinden, laat het vooral eventjes weten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.